Twee linkerhanden, totaal niet handig of gewoon lui. Deze week kwam in het nieuws dat jongeren totaal niet meer kunnen klussen. En dat zou de nagel in de doodskist zijn van de bouwmarkten. Maar kan de nieuwe generatie dan echt niet klussen? Ik heb echt twee linkerhanden, 10 duim ongeveer. Ondanks die tekortkomingen heeft Egidius een oud pand volledig omgebouwd tot zijn nieuwe eetcafé. Hij kwam op het idee toen een loodgieter te duur bleek. Dat zijn bedragen waar je echt van schrikt. En dan op een gegeven moment moet je creatief zijn. Kijk, die leidingen die moeten er komen, hoe dan ook, linksom of rechtsom. En toen kwamen we dus bij YouTube uit eigenlijk. Ik heb hier een ovale tafeltje. En nou willen ze dat doormidden hebben, in twee tafeltjes. Klussen via YouTube is hot. Oude rotten in het vak als Timmerman Koos nemen klussers bij de hand via hun instructievideo's. Hij heeft er al bijna 500 gemaakt. Dit is eigenlijk een optimaal medium om het door te geven. Dus ja, dan gaat het niet verloren. En u doet het ook echt om mensen met twee linkerhanden te helpen? Nou, meer voor mijn collega's. Eigenlijk, ja, en die kijken niet. Dat is het gekke. Het koffieapparaat stond vroeger hier. En nu hier. Afvoer van je bier, afvoer van je spoelbak. Zoals je ziet, prijzen meter en tegeltjes op de achterkant. Waar we wel het meeste trots op ben, is de bar. Je hebt toch wel in je hoofd wat je wilt doen. Maar op een gegeven moment waren we zo met het YouTube verbonden, dat we toch ook dit maar eens even hebben gedaan. Gewoon echt YouTube bouw een bar. En je komt er gewoon uit. Het is dan ook niet gek dat YouTube-timmermannen als Koos steeds populairder worden. Dat had ik niet zo in de gaten eigenlijk. Maar toen keek ik naar een interview van vorig jaar en toen bleek dat ik daar 500.000 weergave had. En dat vonden we toen al verschrikkelijk veel. Maar toen keek ik nu heb ik 500.000. Om erachter te komen of klussen via YouTube echt zo gemakkelijk is, neemt Telegraaf TV de proef op de som. Dit is Jackie. En dit is Julie. Beide lopen stage op onze redactie en hebben nog nooit geklust. Aan de hand van een filmpje moeten ze een stekker aan het snoer van een lamp maken. Wat heb je nodig voor het aansluiten van de stekker? Ik denk dat ik het zo goed doe. Ik voel me al heel erg... Nee! Oh, shit. En ook fijn... Oh, nee. Nee. Nee! Au, ik zat in mijn vinger. Dan schuif ik deze. Kut. Nee! En hij doet het dus. Ja. Al helpt YouTube jongeren wel op weg, lastig blijft klussen wel. Je moet er wel de tijd voor hebben, de energie en de zin voor hebben. Wil je het gaan doen? Ja, dat zeker. Maar het is wel iets om trots op te zijn.